Ja, en dan is het uiteraard gewoon ja, hopen en bidden dat het oké is. En de situatie, je weet nergens van. Dus dan op de finish weet je pas meer. Op de finish kwam Vos er ook achter dat een andere ploeggenote, Anne van der Breggen, het goud had gewonnen. 4 jaar geleden in Londen won Vos zelf nog het goud. Nu werd ze dus opgevolgd door een landgenote. En dat voelde... heel goed, als dat door een Nederlander gebeurt, moet ik zeggen. Ja, we waren denk ik de hele koers wel in controle. Ik voelde zelf ook wel dat het heel moeilijk ging worden. En dat voor mezelf, voor de medaillestrijden, er vandaag niet in zat. Maar als je over de finish komt en je ziet dan de naam van je ploeggenoot bovenaan staan, dan is dat een heel goed gevoel. En nog beter gevoel als je hoort dat je andere ploeggenoot dan bij bewustzijn is. Nog meer wielrennen. Oud-Olympisch kampioen Monique Knol beschuldigt Leontien van Moorsel uit Boekel van dopinggebruik. Dat deed Knol dit weekend op Radio 1. Van Moorsel zou tijdens haar wielercarrière drugs hebben gebruikt om haar prestaties te verbeteren. Knol vertelde eerder al dat wielervrouwen doping hebben gebruikt, maar toen noemde ze geen namen. Een forse beschuldiging aan het adres van Leontien van Moorsel. Vanuit het buitenland geeft ze ons een reactie. Oh, na zoveel jaren. Iedereen die mijn carrière heeft gevolgd, die weet dat ik altijd heel erg stabiel ben geweest. Vanaf de junioren tot het moment dat ik stopte met mijn wielercarrière. En ook al had ik een mindere dag, dan reed ik nog een behoorlijke uitslag. En dat is misschien ook de frustratie. Weet je, ik probeer me dan altijd te verplaatsen van waar komt die frustratie vandaan. Het is voor Miknol natuurlijk ook heel moeilijk. Zij was de Olympisch kampioene. En dan komt daar zo'n snotneus uit Brabant en die duwt haar van de troon af. Ja, dat is voor haar frustrerend geweest. Ja, dat na 30 jaar nog zoveel frustratie oplevert. Oh, dat vind ik echt wel, ik vind het zielig.